Hey mensen van Digidories. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe Let's Play. En ik ben vergeten de timer te zetten. Fijn. Waar is mijn iPod? Sorry. Moet ik weer zoeken? Hier worden jullie toch gek van, neem ik aan. Zo. Oké. Ja. Daar gaan we. Oh, kunnen we deze missie halen? We kunnen hem halen. We kunnen hem halen. Horen jullie dat liedje? Nee! Oh, we zijn weer een uur te laat. Of was dat de vorige keer niet? Dat ik had gefilmd terwijl ik halverwege stopte omdat ik eigenlijk helemaal geen zin meer had. Of het te laat was, dat kan ook. Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik stopte. Holy moly, auto's staan in de weg. Kijk eens aan, thanks for your car. Zo, ik heb hem gestart. Oh, het heeft helemaal geen zin om een vooruit te tellen. Holy. Sorry, ik keek niet. Ik heb niet gekeken, ik weet niet wat er helemaal gebeurt. Start. Ja, oké. Kijk dan. Kijk. Ja, ik ben inderdaad een asshole. Oh, sorry, dat zal ik je niet vertellen. Even kijken. Hadden we deze al gedaan? OG Loke hadden we vorige keer gedaan, dat zag ik net. Ik ben benieuwd wat voor Running Dog. Ik weet niet welke dat is. Oeh, officer. Asshole. Pardon. Yo, Carl, see you around. The fuck they doing over here anyway? Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. Alright then, come on. Ja, yeah, let's go. Oeh, ik dacht heel even dat ik op een hele rare knop drukte, maar het viel wel mee hoor. Ik druk er gewoon alleen op de E. In plaats van op de W. Go in, net in to meet the weapon near. You need to go Emmett's house. Hebben wij wapens? Ja, we hebben wel wapens, maar... Get in. Gaan we nog bij Emmett langs? Hé, hey, we moeten heel even, gaan we dan langs de grove? Ja, ik weet niet wat we moeten doen. Ik ken deze missie niet. Ah, ik zal hem wel kennen, maar ik weet niet meer. Ik weet nu niet welke het is, laat ik het daarop houden. Oh, ik ben trouwens weer begonnen op mijn eigen hoofdkanaal, Div Games. Er staat nu pas één video op, terwijl er gisteren ook al eentje online moet staan. Maar dat heb ik niet gedaan. Misschien leuk om te vertellen. Maandag was ik vrij natuurlijk. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel gehoord van Leiden. En ja, daar woon ik. Dus ik was vrij maandag. En er staat nu ook allemaal politie op school en zo. Super, echt waar. Oh, verplichte radiozender. Nee, het valt wel mee hoe eng het is en zo. Als jullie vragen hebben, zal ik ze allemaal beantwoorden. Oh nee, niet deze. Deze is niet leuk. Oké. My cousin Mary's in there. Hoewel. Sweet, sticky, bud fresh off. Je moet er een goede conditie voor hebben. Here, pull up here. Let me do the talk. Hier kan ik in één keer heel goed rijden. Man, I should've known. Waarschijnlijk hoef alleen ik erom te lachen. Excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio. And I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffeeo up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. De volgende aflevering weet ik wat pendejo is. Zeggen ze nou zo vaak? Ik ga nu Google vertaler even pakken. Yeah, fuck a big smoke. Remember that name. Uh-oh, nee, moet ik nu gaan rennen? Oh nee, ik hoef hem niet. We gotta stick with. Kom op. Ah, nee, nu. Google. Man, I'm done. Google.nl. Oké. Ik ben nu op mijn iPod aan het zoeken. Maar ik moet nu waarschijnlijk zelf. Moet ik al rennen? Ja. Nice. Ik zoek vertalen. Kijk eens aan. En straks zullen we het weten, jongens. Wat is nou pendejo? Oh, kijk joh. We hoeven helemaal niet eraan. Er staat hier gewoon een fiets klaar. Oh, wat doe ik trouwens? Ik hoef hier helemaal niet heen. Use the super sprint. Nou, ik vind er meevallen hoe superachtig hij rent. Ik had misschien toch wel een betere fiets kunnen pakken. Ik weet niet hoe lang ik hem moet achtervolgen. Het heeft geen zin. Ik ga
ga heel even... Oh, nee, dat meen je niet. Ik ga heel even de auto pakken. Kan ik even rust nemen? Oh ja, gaat hij weer de tuin in. Komt er daar toch weer ergens uit? Neem ik aan. Ja. Hij gaat nog helemaal goed. Oh, nee. Komt hij daar weer uit, denk ik. Even aan de kant uit bent. Ik moet even iemand doodrijden. Snoerwerken. Kom maar. Nee, ik ga nou niet door te veel tuin heen. Kom op, jongen. Kom maar hier, Rijn. Scheiter. Waarom gaat hij wegrennen? Oh nee, komen we ook nog achter me aan? Ik had gewoon... Oh nee. Oh, loop ik ook weer aan de verkeerde kant van het hek. Zo, ik zie hem niet. Het gaat nou niet echt lekker ofzo. Waar is die? Waar is die? Nee, dat meen je niet. Oh. Oh nee, shit. Ik ga dood. Oh, ik voel me zo slecht. Ik moet nu even... Kijk uit voor mijn levens. Het is echt niet voor mijn hart. Hoe krijg je levens, jongens? Ik weet het niet. Toch niet alleen maar van... Oh nee, toch niet alleen maar van eten. Of van drinken of zo. Als jullie het weten, laat uit bij die reactie achter, want... Ik ben niet zo heel erg goed zonder cheats. Laat maar zeggen. Holy moly. Ja, het gaat nog goed. Hoppa. Ik weet eigenlijk niet wat nu de bedoeling is, wat nu moet doen. Ja hoor, ik heb nog 3 kogels. Dat is wel lekker. Ja, mijn auto doet een profstraf. Zo, er komt wel weinig schade aan een auto. Godzonde. Ga weg. Golly molly. Ja, hun krijgen geen schade. Dus ik denk dat dit de bedoeling is. Want kijk, er zit gewoon 0% schade aan. Dus ik moet gewoon een beetje achterblijven. En dan komen ze vanzelf wel ergens uit en dan schiet ik hem daar wel dood op. Of ik had daar gewoon eerder al goed moeten rijden. Oké. Zo, zo'n steile weg. Ja, lekker gas. Oh, laat maar. Nee. Oké, ik ga ontploffen. Nee, ga weg. Nou, ik ga niet ontploffen. Maar... Oh, nee. Niet mij beschieten. Blijf staan. Oh, nee. Shit. Ik wilde bijna een cheat intypen. Oh nee, ik ga verliezen. Als we nu weer vissen... Uh-oh, dit gaat niet goed. Laat ik dan... Ja, dit gaat niet goed hoor. We moeten even snel zijn. Oh nee! Oh, wat een net een... Oh, ja, ik weet het jongens, ik ben slecht. Goed. Lekker dan. Ik voel me zo slecht nu. Ja, ik ga nu voor jullie opzoeken wat Pendejo betekent. Pendejo. Zoeken. Dom. Oké. Pendejo is dom. Nou, de volgende keer zullen jullie weer zien hoe dit weer gaat aflopen. Ik ga dan naar OG Leuk. In de hoop dat hij betere missies heeft voor mij. Wacht, laten we eerst even wat eten. Loop ik nog steeds achter op de verrassingen. Oh shit, ik heb mijn iPad nou uitgedaan. En dat is niet echt handig aangezien er een timer aan staat. Nou ja, uit. Stand by. Ja, ik weet niet of die ook afgaat als die... Ja, waarschijnlijk wel. What would you like? Even geen kindermeal. Dat vult mij niet. Oh, een deluxe. Doe maar zo'n... Kijk eens aan. Teen. Hele levensbalk weer vol. Nou, het wordt tijd dat ik weer geld ga verdienen. Dus het wordt daarom weer tijd dat we een nieuwe missie gaan doen. Hey. Waar moet ik naartoe? Ik moet een auto pakken. Er staat er weer precies geen auto natuurlijk. Blijf staan alsjeblieft. Krijgen we ook weer zo'n gozer die... Waarom staat hier? Oh, laat maar. Hier stapten we net uit. Ja, we gaan nu naar OG Loke. Gaan daar een nieuwe missie halen. In de hoop dat we die wel halen. Want dus, oh jongens, kom op. Het zijn nog zo vroeg in het spel. We hebben nu al 2 keer mission failed gehad. En ja, dat wil ik natuurlijk gewoon niet meer. Ik schaam me. Ik hoop dat we dat... ja, waarschijnlijk in deel 3, Less Ventures, wordt het heel vaak opnieuw spelen. Maar nogmaals, ik ben het echt niet gewend zonder cheats.
Ik heb dit spel heb ik nog nooit uitgespeeld zonder te cheaten. Zonder één keer te cheaten. Ik ga nu een beetje ontploffen. Oké. Dus, het is wel lastig voor mij. En dus dat jullie dat heel even weten. Holy! Fikkie tikkie. Kijk, ik vind busjes vind ik geniaal. Voor zijn helemaal wel pas ter plekke. Ze zijn wel leuk. Kijk, hij luistert tenminste de user track player. Dat is nou nog eens een goede chauffeur. Ja, we zijn er bijna. Zoals je ziet, linksonder gaan we naar de OG. Neem aan als jullie dat allemaal wel hebben gezien. Zo niet, dan niet. Hoppa. Nou, mochten jullie dus vragen nog hebben over het hele gebeuren in Leiden, dan moet je dat voor... Oh, nee, dat weet ik niet. Ik heb soms ook zo de neiging om gewoon even de tijd te cheaten. Als jullie dat goed vinden, dan doe ik dat. Ik vind dat motors veel leuker. Nou, we hebben dus weer geen missies gedaan, want ik denk... Dat we nu wel heel snel moeten zijn om de laatste missie te halen. Oh ja, ook nog politie. Holy moly. Het is ook weer geen geslaagde aflevering. Maar oké. Het is te doen. Oh nee. Ik ga de CV doen. We moeten ooit ook een keer de rider missies doen. Dat weet ik. Maar als we daar altijd laat voor zijn, dan gaat dat niet worden. Holy moly. Holy moly. Ja. We gaan nu naar de CV. Cesar Villalpando. Dus ja. Ja, wat wilde ik nou net zeggen? Nogmaals, als jullie vragen hebben over het hele schietgebeuren rond Leiden, waar trouwens niet geschoten is. Het is niet dat jullie nu denken, oh nee, er is geschoten in Leiden. Nee. Er is een... Er is een dreiging op 4chan geplaatst. En ja, die dreiging die is natuurlijk heel serieus genomen. Dus maandag, de weet ik het hoeveelste, waren de scholen dicht. En zo. En maandag was ik trouwens jarig. Dat is ook nog even leuk om te weten. En zou ik je nog wat vertellen? Zondag was Ries jarig. Dus gefeliciteerd allemaal. Dankjewel, dankjewel joh. Ja, dus het is een beetje een gekke week eigenlijk geweest. Ries zondag jarig, ik maandag jarig. Maandag was ik ook nog eens een keer vrij, omdat er een schietgebeuren was in Leiden. Ik werd... zondagnacht in één keer wakker gemaakt. Ja, je hoeft je wekker, maar kan je uitzetten. Ik kon daarna meteen niet meer slapen. Niet het feit dat er werd geschoten ofzo. Maar van het feit gewoon dat ik, als ik in de nacht word wakker gemaakt, dan kan ik daarna niet meer slapen. You need to be in a lowrider. Nou, ze vragen wel heel veel. Van bij de ene heb je tijden, bij de andere moet je per se in een lowrider zitten. We gaan racen, dat weet ik nou al. Dat is ook wel weer nice. Ik kan gewoon weer de thumbnail van een paar afleveringen geleden gebruiken. Toen zaten we ook in een lowrider en hadden we ook Mission Field. Oké, dat is toevallig. Die ga ik ook zeker gebruiken. Ik zei het trouwens de vorige keer. Hey, CJ! Dat zei ik niet. Ik zei de vorige... Nou, ik zal het zo wel hey, zeggen. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Je zegt net nice ride. How much they talking about? It's our cash. Dan is het een ride, dus het is inderdaad geen carucha. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, me watch us, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow deze me to the race, heb ik dude. Nog nooit gefaald. En dan zal je zien. Opschieten. Nee, deze missie heb ik echt nog nooit gefaald. Holy moly. Holy moly. Dus ja, die ga ik nu ook niet falen. Hoewel, ja, keep up. Ik ben aan het bumper kleven bij jou. Ik weet er wel waar we heen moeten. Het is niet zo heel ver. Oh, hij rijdt wel snel. Caricho? Nee, pendejo. Ik dacht dat pendejo iets was van sukkel of zo. Weet je wel? Dat het een persoon is. Oh, we beginnen al meteen. Ik had nog nooit van een filmpje verwacht. Hé, hey, maar je hebt deze missie toch al eens gedaan? Ja. Maar ja. Ik doe langer over deel 3 en zo. Holy! Zo dan, die kan niet auto rijden. Nou, dat bedoel ik. Dan ga ik nu wel falen. Godverdomme. Godverdomme. Hé, hey, Cesar Villalpando. Godzang, wat zit je met allemaal te beuken dan? Het is geen botsauto. Gaan we lekker naar de kermis.
gaat wel om een race. Nee, geen natarbal. Oei. Nou. Volgens mij heb ik hem trouwens één keer niet gehaald hoor. Dat was ook pas geleden. Holy. Oh ja, rijden taxi. Natuurlijk precies weer naar de andere weg. Nee, dat dan net niet. We staan tweede, dus het gaat op zich wel goed. Ah, eerste. Eerste. Ik wil deze nu wel halen hoor. Daar rijden! Misschien weer doorslippen en zo, dat wil ik ook niet. Oh, maar hij doet het ook. Dan is het een faler, dan is het een noob. Noob. Noobie. Noobie, noobie, noobie. Do another hard. Ah, nee! Ik wil geen noobie zijn. Ik wil geen noobie. Newbie. Ah, nee, dit is echt geen goede tijd. Kan je deze race nog een keer opnieuw doen? Volgens mij kan dat, want er staat... Oh, sorry. Ik zeg net, het is geen botsauto zo. En dan doe ik het zelf. Kan je deze tijd herhalen? Want kijk, als je kijkt straks, dan staat er jouw huisscore voor deze race. Maar kan je die dan ooit nog een keer opnieuw doen? Dat vraag ik me nou echt af. Moest je ook weer naar achter kijken zo? Nee. Ja, zo. Zo, dat zag er cool uit zo. En dan komt nu de rest. Hè. Ik ga ze doodschieten. Zat daar nou een vrouw in? Oh nee, laat maar, dat is een man. Oké, ja, nou nog 3 minuten over, dan is het wel oké. Okay. Wow, we hebben best wel, we hebben €1000 gekregen. Nou, euro, dollar. We hebben €1000 gekregen, jongens. Dat is wel oké. Okay. Nou heb ik niet gekeken wat er stond trouwens in beeld. Dus als jullie nog heel even terug willen kijken. Nee, ik ga dat zeker wel doen. Ik weet nou niet wat er stond. Waarschijnlijk stond er iets van, jouw score is, dat is de zoveelste van al jouw scores bij elkaar ofzo. Maar dan weet ik dus niet of je dus nog hogere scores kan halen. Holy moly. Holy. Nee, kijk uit. Blijf nou eens staan, joh. Ik haat lowriders. Echt, dat is voor mij al eerder een keer gezegd. Als je remt of zo, nou, dan gaat de achterkant omhoog. Als je door de bocht heen gaat, nou, dan gaat de achterkant ook mee. En weet ik veel. Dat is trouwens meestal, hoor. Als je gaat autorijden, dat de achterkant dan met je mee rijdt. Maar ik bedoel niet, ja, kijk. Dan ga ik hier de bocht om. Holy shit. Oké, deze ging dan best wel vloeiend op zich. Maar soms als je een bocht omgaat, dan ga je zo helemaal slippen en dan bam, bam, bam. Dan rijdt iedereen omver en dan sta je stil en dan, boch, en dan is het gewoon niet zo heel erg handig voor een race. Dus ja. Pardon, wat doe jij in de avond? Niet luisteren. That's a night on peep. Ja, wat zei die daar? Wat zei die nou? Uh-oh. Uh-oh. Maar de eerste uh-oh die kwam spontaan en de tweede niet. Dat maakt niet uit. Zo, mocht u nu willen weten, oh, hij gaat weer een missie doen. Nou nee, want dan ben ik nu voor niks aan het kijken. Ik ben nu weer naar het safehouse aan het rijden. Want we gaan saven en we gaan hem stoppen. Als we trouwens nog 10 missies dan van Cesar Villalpando halen, dan kunnen we dat ene huisje... Holy shit, man, rustig. Kunnen we dat ene huisje halen. Oh, die. En we kunnen misschien nog ergens een huisje halen bij het strand. Ik zal hem even laten zien waar die is. Hoe krijg je dit weg? Als iemand dat weet, dan moet je dat vooral zeggen, want het staat er bij mij al heel lang. Waar is het huisje? Hier. Ja, hier. Oh, hier. Kijk eens aan. Die. Dat vind ik zelf een heel fijn huisje. En die een in de bergen vind ik ook heel fijn. Oh ja, die. Ja, nou. Ik ga hem nu niet laten zien. Misschien ooit een keer een wijk om te verkennen. Ons verrassingje van deze keer was het eten. En het was al een hele verrassing dat ik deze missie überhaupt heb gehaald. Toch? De volgende keer wil ik echt die rider missie doen. Dus dan ga ik eventueel cheaten als het nog heel lang duurt. Of ik skip gewoon heel even een stukje uit de video waarin ik gewoon stiekem heb gecheat. Maar dat ik dan zeg, ja, ik heb heel even een klein stukje geskipt. Want dan... You cannot store any more visuals in this garage. Yeah, right. Ik ga me... Wekkerding. Ga ik heel dicht bij de microfoon doen. Dan hoor je hoe mijn wekker gaat. Waarom hebben we een ambulance? Oh ja. Yeah. Ik ga dezelfde thumbnail als vorige keer gebruiken. Tenzij er tekst in staat. Hoewel dat misschien ook nog wel klopt. Oh ja, ik ga hem hier sluiten. Trouwens, boven is... We kunnen trouwens ook nog een keer kleren halen. Weet je wat we allemaal niet kunnen doen? Een fototoestel. Wat heb je daaraan? Ik ga dit meenemen, want dat vind ik veel handiger. Nog 10 seconden, maar we zijn natuurlijk al langer bezig, want ik had aan het begin niet dinges gedaan. Dus ja, oké, komt-ie. Stilte.
Oh ja, ik voelde al zoiets aankomen dat mijn geluid dan niet aanstaat. Oh, dat was hem. Nou, oké. Bij deze stop... Zo, ik smijt vol mijn iPod neer. Bij deze stop ik dan met deze aflevering en ik zie jullie... Oh, zonde van de spray. Ik zie jullie dan volgende week weer. Volgende week gaan we zeker weten in ieder geval Rider doen. En nog veel meer, dus tot de volgende keer. Maar weer dag.